gekozen voor de opleiding Sport en Beweginginnovatie, omdat ik mezelf heel graag wilde ontwikkelen en wilde kijken waar mijn grenzen lagen. En het moest te combineren zijn met het werk en dat viel allemaal op zijn plek bij deze opleiding. De innovatie die ik heb ontwikkeld tijdens de opleiding is Power Girls. En Power Girls vecht voor gelijke beweegkansen voor meisjes, gelijke kansen voor meisjes in Almere. Het gaat om bewustwording creëren bij de doelgroep zelf, maar ook bij sportprofessionals over het belang van bewegen, maar ook welke belemmeringen meisjes ervaren om in beweging te komen. Nou, we staan hier bij het Power Girls event, georganiseerd voor alleen meiden tussen de 9 en de 14 jaar. En wat wij merken heel erg uit onderzoek is dat, dat meiden toch wel wat minder gauw buiten actief zijn, naar playgrounds uit zichzelf komen en dat jongens eigenlijk dat wel doen. Ja, nou hopen wij op deze manier eigenlijk de meiden even in de spotlight te zetten en de drempel te verlagen voor die meiden, zodat ze dat sneller durven de volgende keer. En ook te laten zien van meiden kunnen ook alle sporten doen, dus die kunnen ook skaten, die kunnen ook basketballen. Dat hoeft niet alleen maar meidensporten te zijn, dat bestaat eigenlijk niet. En wij hopen dat op deze manier eigenlijk een beetje duidelijk te maken voor die meiden. En vandaag de meiden is echt meidendag. In eerste instantie werkte ik heel erg vanuit intuïtie en goede ideeën. Maar doordat ik nu kennis heb vergaard en ook weet waar ik kennis kan halen, heb ik echt mijn zelf versterkt. Daarnaast heeft het heel veel betekend voor mijn bedrijf. Ik innoveer niet alleen mezelf, maar ik heb echt innovatie ingebed in onze bedrijfscultuur. En daardoor is mijn bedrijf in een transitie gekomen naar zelforganisatie. Zelforganisatie staat echt aan de basis voor innovatie en zal mij ook helpen om als bedrijf altijd voorop te kunnen lopen.